Ik heb de partij gedaan tegen Ben Sadik. Liep niet lekker. Ik heb eigenlijk heel weinig kunnen laten zien. En veel mensen waren daarom verrast, want ze dachten... Velen hadden mij als betere vechter in gedachten. En dat kwam helemaal niet uit. En zodoende is het spijtig vroeg afgelopen. Ben Sadik heeft gewoon zijn ding goed gedaan. Maar ja, we gaan door. En binnenkort weer. D'Angelo is even eigenlijk een beetje te, we zijn een beetje te snel gegaan. Hij is in een korte periode is hij eigenlijk naar de top 5 gegaan bij Glory. Dus ik heb eigenlijk een beetje tijd nodig. En dat heb ik ook gezegd tegen Glory. Maar ja, ze hebben gezegd van nou, het kan wel. Maar in mijn mening moest hij nog eventjes wat meer groeipartij krijgen. Want hij is natuurlijk meteen in de top 5. Na een paar goede winnende wedstrijden in het toernooi is hij natuurlijk bij de top 5 gegaan. Het is een beetje snel gegaan, maar het is helemaal niet erg. Hij heeft een fout gemaakt. Het is fout gegaan. Het is niet gegaan zoals het hoort. Maar de risico loop je. Maar voor hetzelfde geld had hij ook kampioen kunnen zijn. Dan weet je niet hoe het kan lopen. Maar gelukkig gaan we gewoon weer opnieuw aan werken. En we gaan weer opbouwen. En we gaan proberen terug te komen zoals het echt hoort. Het was niet mijn dag. Het was echt niet mijn dag. Voorbereidingen, alles ging lekker. Ik was goed voorbereid. Fysiek. Mijn conditie was goed. Ik was krachtig, daar lag het niet aan, maar het was niet mijn dag. En het kwam er niet uit, ja, helaas. We waren het ook niet helemaal eens met de scheids, want die telde wel heel snel. En dat was ook heel nadelig voor ons. Ik denk dat het mis is gegaan, dat hij... hij was eventjes weggegaan een jaartje. Hij was toen bij mij begonnen, toen ging het even goed. Won hij die toernooi bij Glory. En toen is het een beetje, is hij naar een andere gym gegaan. En daar is het natuurlijk niet echt helemaal goed gegaan. Daar is hij neergegaan. En toen is hij eigenlijk een beetje die schrik erin gekomen. En toen is hij teruggekomen, hebben we hem toch nog geprobeerd erin te gooien. Heeft hij een partijtje gewonnen. Maar de schrik was nog niet helemaal over. En door meteen tegen de nummer 2 of de nummer 1, wie het ook is. Ben Sadik is natuurlijk toch de nummer 1. En meteen daarin gegooid. Was eigenlijk een beetje te vroeg naar mijn mening, heb ik al gezegd. Maar ja, het moest gebeuren. Het is gebeurd, het is niet gegaan zoals het hoort. En we gaan het weer opnieuw bouwen. Ik voel op dit moment geen extra druk voor mezelf. Ik weet wat ik kan. Ik weet, met het team wat we hebben, weet ik waar ik naartoe kan gaan. Dus ik heb er zeker zin in om dat te laten zien. En dat gaan we ook laten zien. Alleen merk ik wel van de mensen eromheen die twijfels hebben. Dat kan, maar... voor mezelf niet. Kijk, hij is natuurlijk in die vorige partij tegen Benny was hij toen neergegaan. En die schrik is een beetje erin blijven hangen. En die tijd was eigenlijk nog niet rijp om hem weer tegen de toppers erin te zetten. Hij moest nog een beetje groeien. En die tijd hebben we dus niet gehad. En nu krijgen we het wel. Dus we zijn blij dus dat het opnieuw mag gebeuren. Afgelopen periode heb ik gewerkt met Martin, met Moesiet en met Leroy. Eigenlijk zoals van ouds getraind, gewoon lekker gewerkt. Martin is boxexpert. Met hem boks ik. Hij verfijnt de bokstechnieken. En dat gaat heel goed. We werken lekker samen. Moesiet is de kickboxexpert. Dat weet iedereen wel. En dat gaat ook top. En ik leer elke dag weer wat nieuws. Elke dag verfijn ik mijn technieken wel. En met Leroy ook echt top trainen. Echt lekker petsen. Het gaat echt goed. Aanstaande vrijdag vertrekken we naar Houston. En daar vecht hij een partij tegen een Amerikaan. Ik weet niet zijn naam, Dennis of zo heet hij. En ja, die verwacht ik natuurlijk om winnend af te sluiten. En daar weer terug te komen in die top 10. En dan gaan we kijken waar de volgende tegenstander is. De boodschap voor de mensen. Ik heb niet zozeer een boodschap. Ik doe mijn eigen ding. Wij weten wat we kunnen en we gaan ervoor. En ik heb er zin in. En ik ben blij dat Glory de mogelijkheid geeft om dat te kunnen laten zien. Dus.